Bij ons schepen van sport, Jan Morbé, je ziet er gelukkig uit. Ja, ik ben ik altijd gelukkig, hé. Maar zeker vanavond met de opening van toch de nieuwe biljartzaal in Sportcentrum Laguna is toch weer een nieuw baken op sportgebied dat we in onze gemeente kunnen zetten. Het is niet echt een logische sport. Knokke-Heijs is gekend voor het voetbal, de triathlon en allerlei andere, laten we zeggen, meer actievere sporten. Nu toch een ander accent. Ja, biljart, moet eerlijk zeggen, ik was ook niet echt thuis in het biljartverhaal. Maar als we zien dat we in Knokke toch drie tamelijk grote biljartclubs hebben, was de vraag vanuit de clubs van kijk, alstublieft, gemeente, geef ons een locatie waar dat wij op een avond in een rookvrije ruimte kunnen onze sport beoefenen. En zo hebben we een mooie overeenkomst gemaakt met de uitbaatster van de Cafetaria Laguna. Met het resultaat van deze prachtige biljartzaal in een sportcentrum, want biljart blijft toch nog altijd sport, in een sportcentrum en rookvrij is voor mij ook heel belangrijk. We hoorden van de voorzitter van de biljartclub dat men al lang een vragende partij was. Waarom nu wel plots? Ja, de biljarts waren al een jaar of 10 geloof ik vragende partij, maar het moet soms ook passen op het juiste moment en als ze bij mij gekomen zijn, hadden we juist dan de verandering van uitbater van de Cafetaria. En ja, dan hebben we echt de koe bij de horens gevat en dat project opgestart. We horen ook dat er steeds meer jongeren kiezen voor biljart. Ook dat is een bijkomende troef, denk ik, voor Knokke-Heijs. Ja, inderdaad. Dat is toch wel belangrijk dat we ook de jeugd erbij betrekken. En de biljartclubs hebben een overeenkomst. Als ze hier komen spelen, ook met hun jeugdleden, dat ze hier gratis kunnen komen spelen als het een clubavond is. Dus dat is toch wel goed dat we ook de jeugd betrekken bij deze mooie sport. Ik ga het ook nog moeten zelf leren. Je bent geen ervaren biljartspeler. Nee, vroeger in onze studententijden, maar dat was met van die tapbiljart. Dat ging nog wel. Maar drieband, daar ga ik een beetje moeten oefenen. Maar ik heb er wel zin in voor dat te komen oefenen. Als het zover is, dan komen we terugkijken. Bedankt, Schip.